7000 huishoudens in Noordorp kunnen glasvezel in hun huis krijgen. Maar de Noordorpers willen het niet. Het is dan ook behoorlijk stil in de tijdelijke winkel van telecombedrijf Regge Fiber. Ik denk dat heel veel mensen juist wel mee willen meedoen. Als je gaat kijken dat 30% daadwerkelijk een abonnement moet afnemen, is het een heel groot aantal, een heel hoog percentage. En als we nu al kijken naar hoeveel mensen zich ingeschreven hebben, dan is het heel veel. Het zijn echt absolute aantallen, zijn het heel veel. Maar heel veel ook niet? Een aantal ook niet, een groot aantal ook nog niet. En die zijn we nu nog steeds aan het overtuigen. Het blijft toch een drempel om over te stappen voor veel gebruikers. Hè? Ondanks dat in bepaalde gevallen het net iets sneller zal zijn of net iets goedkoper of net een bepaalde dienst erbij zit, is voor veel gebruikers nog een hoop gedoe. Je hebt nu al een decoder staan die je moet gaan vervangen. De straten worden ook opengelegd. Het is een hoop rompslomp. Al maanden probeert Regge Fiber samen met 7 providers Noordorpers te interesseren om over te stappen. Het belangrijkste verkoopargument: glasvezel is sneller en levert betere kwaliteit. Geen idee, de ballen verstand van. Ja, maar zijn ze wel bij u ook aan de deur geweest? Ja, heel veel keer. Ja. Gebeld ook, reclame? Ja, heel veel keer. Ja. Ja. Maar u vindt het niks? Nou ja, heel eerlijk gezegd, het boeit me niet zo. Zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat wij het wel doen. Maar heeft u al een contractje getekend? Ja, bij KPN. Ja, bij KPN. We zijn werk namelijk bij de KPN. En dan kom je er niet onderuit. Hè? Maar is de kabel niet goed genoeg? Nou ja, niet goed genoeg. Tussenbij wel en tussenbij niet. De keuze voor Noordorp is een bewuste. Het verleden heeft uitgewezen dat kleine en middelgrote gemeenten zoals Noordorp, dat daar makkelijke hogere abonnementspercentages zijn te halen. Het succes van glasvezel is daar simpelweg hoger. 30% van Noordorp moet meedoen, anders wordt het niet aangelegd. Meedoen wil zeggen dat je een abonnement moet nemen bij een van de providers. Op hoeveel staat de teller nu? Ik kan helaas, zoals u zal kunnen begrijpen, niks vertellen over de cijfers. Dat is concurrentiegevoelige informatie.